Breda Nu. Je weet het meteen. Iedere donderdag in augustus is er vanaf 7 uur 's avonds een bijaardconcert vanaf het carillon van de Grote Toren. Deze concerten worden ingeluid door het klokkenluidersgilde. Meneer, u bent lid van het klokkenluidersgilde van Breda. Wat is het klokkenluidersgilde? Het klokkenluidersgilde is een gilde, zoals het woord zelf al zegt, opgericht in 2004. En het doel is om zoveel mogelijk keren als dat mogelijk is met de hand deze klok te luiden. En dat is zo'n alles met elkaar tussen de 20 en de 25 keer per jaar dat we daarvoor uitrukken. En nu is vandaag de bijaardmaand begonnen in augustus. Wat is de bedoeling van het klokkenluidersgilde tijdens die bijaardmaandconcerten? De bedoeling is dat we ieder concert, dat wij dat openen met gedurende een 10 minuten deze klok te luiden. En soms, als de bijaardier dat gedurende zijn concert dat wil, vallen wij nog een keer in. Stadsbijaardier Paul Maassen opent augustus bijaardmaand met een soloconcert. Wat kunnen de mensen de komende weken verwachten van de bijaardconcerten? We hebben iedere donderdagavond dus een bijaardconcert. En de nadruk ligt dit jaar en ik hoop ook de komende jaren op samenwerking met evenementen of organisaties in de stad. Volgende week, 10 augustus, is er een concert in het kader van 750 jaar Begijnhof. Daar werken we ook intensief mee samen. De bijaardier dan, Rien Doengersloot, geeft een concert onder andere met Begijnhof repertoire, voor zover dat er is. En wat leuk is dat dan de luistertuin speciaal voor die avond verhuisd is naar het Begijnhof. Verder hebben we nog avant-garde muziek met een Poolse gastbijaardier. En de 24 augustus bijvoorbeeld een concert samen met het Breda's Mannenkoor, of eigenlijk vooraf aan het Breda's Mannenkoor in de Grote Kerk. En later ook tijdens het concert in de Grote Kerk van het Breda's Mannenkoor. En we sluiten de maand af met een minimal music concert. Dus dat moet heerlijk verstild over de stad gaan klinken. Wat vond u ervan? Ik vind het heel erg leuk. Ik woon hier nog net in Breda. En ja, mijn broer die is hier heel bekend. En die maakte mij erop attent. En ja, ik vind het erg leuk. Hoe oefent u nu? Want u heeft thuis denk ik niet zo'n ding staan. Of hoe gaat dat? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Want je kan inderdaad niet zomaar op een maandagochtend hier zo op dit carillon te gaan zitten spelen. Want voordat je het weet krijg je boze bellers. Ik oefen thuis in mijn schuurtje. Daar heb ik zo'nzelfde soort klavier staan. Alleen dan zonder klokken daaraan vast. En in plaats van klokken zitten daar klankstaafjes. Zoals bij een vibrafoon bijvoorbeeld. Dat maakt wel een beetje geluid. Maar niet dusdanig veel dat de buren daar erg veel last van hebben. Breda Nu. Je weet het meteen.